Donderdagavond 27 juni vond in de bibliotheek de feestelijke opening van de kunstparade Heilo 2019 plaats. Naast artistiek leider Teunis van der Zwart en de voorzitter van de stichting Kunstzin, Erik Smits, verzorgde Margreet Schouwenaar een korte voordracht. Dat het juli is, dat de bomen elkaar met groene handen raken, dat de bruggen zich over het water buigen, dat de wegen vol mensen zijn, licht als zomer. Een stem halverwege een zin. Alles is nog mogelijk, alles is onderweg. Dat de koude krassen in de voorjaarslucht zwart vegen in het schijnbaar blauw. Dat de weilanden zich altijd weer onvermoeibaar uitrollen. Dat geheugen bloot komt liggen. Even vraagt eeuwen. En dat wij duren. Wij. Met onze stenen vuisten, stenen muren om mij, mij alleen. Ook al staan de ramen open, ligt alles op straat, is de grootste kou onleesbaar, ontbreekt de engel. Ook dan breekt de aarde door de kiem die richting weet. Alles wil opnieuw. We zijn lang van stof, alles wil weer om. Ook wat ik niet kreeg, zelfs wat ik al schreef. Goed. Wethouder Ellie Beens opende de kunstparade. Een hele goede avond allemaal. Welkom hier bij de opening van deze kunstparade. Een evenement waar we als Heilo enorm trots op mogen zijn. En een prachtige aanleiding ook om ons dorp en te bezoeken en te verkennen. Ik hoorde Teunis zeggen, we zijn geen groot dorp. Maar ik denk wel dat we groot zijn in het bieden van ruimte voor kunst en cultuur. Twee weken geleden kwam de karavaan hier binnen. Nu beleven we deze opening. Dus ik denk dat we het Heilo hartstikke goed doen. Het magazine dat de organisatie heeft uitgebracht geeft een indrukwekkend overzicht van de 100 deelnemers. Kunstenaars uit Heilo, maar ook uit de rest van Nederland. En namens het gemeentebestuur breng ik heel graag de complimenten over aan alle vrijwilligers die zich ook dit jaar hebben ingespannen om er een geslaagd evenement van te maken. Een samenleving zonder kunst en cultuur. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Kunst en cultuur zorgt voor sociale samenhang en persoonlijke ontwikkeling en is daarnaast van een onschatbare waarde. Behalve kunst en cultuur heb ik ook het sociaal domein in mijn portefeuille. En de woorden die we op dat gebied gebruiken zijn vaak heel anders dan in de culturele sector. Maar toch zeggen we stiekem allemaal hetzelfde. Geluk, sociaal contact, cohesie in de buurt, vertrouwen en verbinding met de buurt. En veel van deze elementen zien we terug in de opzet van de kunstparade. Op 27 locaties, verspreid over de buurten van Heilo, ontmoeten we kunstenaars en muzikanten. Op de mooiste plekken en ook bij diverse kunstenaars thuis. Het sociaal domein, de culturele sector, je raakt elkaar en je beïnvloedt elkaar. En om al het moois te zien en te horen op deze kunstparade, wil ik de oproep van Teunis van der Zwart, die in de uitkijkbos deed, herhalen. Iedereen moet komen meegenieten. En hierbij verklaar ik dan heel graag de kunstparade voor geopend. Daarna was er muziek van het gitaarduo Camusto. Tijdens de kunstparade exposeren er maar liefst 12 beeldend kunstenaars in Bibliotheek Heilo. En ook zijn er diverse muziekoptredens. Enkele van de exposerende beeldend kunstenaars zijn Irma van der Zanden, Yvonne van Stiphout, Wim Meiles en Jos en Sylvia van Onna.